Deze week op de rollenbank een hele nederige Volkswagen Caddy. Hij had ooit 75 pk, maar toen? Klopt. Toen heb ik hem gechipt bij 30.000 kilometer. En daar hebben ze 180 pk van gemaakt. 180 pk? Ja, 180 pk. Dus je hebt het vermogen meer dan verdubbeld. Ja, klopt. Ja. Helemaal juist. En sindsdien ben ik tevreden. En de reden waarom ik hier eigenlijk ben is... ik wil nou zien na 7,5 ton of 770.000 nu precies gelopen, wat hij nog in zich heeft eigenlijk qua potentie. Ja, want je hebt echt enorm veel mee gereden. Ja, ik heb echt veel mee gereden. Ja. Ja. Hoeveel rij je per jaar? Ik rijd per jaar nu 110.000 kilometer nu, ja, 110.000. 110.000, ja. Oké. Okay. Ja. En waarvoor? Courieren, voor werk. Okay. Ja, ik rijd voor courieren, dus dat is het eigenlijk met de kilometers wat ik heb gemaakt. Ja. Ja. Dus je hebt eigenlijk een Caddy GTD gemaakt? Ja, eigenlijk zo'n nieuwe GTD eigenlijk. Ja. En vandaag krijgen we antwoord op de vraag of een tuning dus ook echt minder wordt na verloop van ja, tijd. Ja, daar ben ik echt nieuwsgierig naar inderdaad. Of het inderdaad veel minder is geworden na 7 jaar tijd met die kilometers. Ja. Heb je het idee dat het minder is geworden? Ja, ik heb wel het idee, maar ik zal niet heel negatief zijn. Ik denk, ja, niet onder de 170 denk ik. Ja, ik bedoel, het is misschien alleen maar slijtage motor en dat is het eigenlijk met kilometers te maken en meer niet. Ja. Dus we zullen zien wat hij gaat doen. En een koppel, wat hebben ze? Koppel was 380 Nm ooit, ja. Toen zat hij gechipt, dus 180 pk met 380 Nm was het eigenlijk. Ja. Ja. Okay. En dat daarmee misschien 365 denk ik. Ja, dat het gewoon niet minder. Ik zal niet heel negatief over zijn. Nee. Ja. Nou, we gaan het even nameten. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben ook heel benieuwd. We zullen zien. Ik heb een zeker persoon wel eens horen zeggen, tuning, dat moet je over de jaren moet je bijhouden, want dat wordt na verloop van tijd minder. Ja, nou minder is een groot woord, maar in principe tuning, zeg maar, het ligt een beetje aan wat voor motor. Ja. Zeg maar. Dus tuning uiteindelijk kan zijn met hele heftige dingen, zeg maar, dan op een gegeven moment krijg je gewoon dat de motor wat minder wordt en dan heb je verval, zeg maar. Ja. Nou, dit in dit geval perfect. Dat is niet maar een hele heftige tuning is meer dan verdubbeld, man. Dit is ja, oké, maar je hebt deze motor in 3 vermogensvarianten. Dus hij heeft de kleinste vermogensvariant getuned naar, zeg maar, de dikke en dan nog een klein beetje extra. Ja. Dus op zich valt het nog wel, ja, althans. Ja, maar het is goed gedaan, hè? Begrijp ik niet verkeerd. Het is gewoon een goede tune. Ja, dat blijkt. 100%. Ja. Maar als je zo'n motor voor, nou, hij heeft 650 piek betaald destijds. Als je daarmee het vermogen kan verdubbelen, waarom verkopen ze dan zo'n auto met 75 pk? Om modelseries te hebben. Uiteindelijk, je kan gewoon in deze dan met, zeg maar, een kleiner model, kun je andere opties wel of niet krijgen. Dus het is gewoon puur, maar alle fabrikanten doen dat, hè. Ja. Je hebt natuurlijk de 1.14, 1.16 en 18i van BMW, dat is eigenlijk allemaal dezelfde, dat is allemaal 1600 turbo. De een heeft 102, de ander heeft 136 en de ander 170, die kun je allemaal naar 200 pk doen, ook die 102. Ja. Snap je? Dus dat is gewoon, ja, het is gewoon, ja. Het is maar net, zeg maar, hoe ze het marketingtechnisch opgelost hebben. De ontwikkeling van één motor is natuurlijk vreselijk duur. Dus als je, zeg maar, één motor kan doen in meerdere series en dan uiteindelijk gewoon puur met software hem reduceren, zeg maar, dan heb je eigenlijk dus met één keer de ontwikkeling kan je wel 3 modelseries uitbrengen. Nou, volgens mij ben je best tevreden. Ja, ik ben heel erg tevreden, ja. Ja. Daar heb je een bus met 770.000 kilometer. Klopt. Hoe lang moet die nog door? Zeker tot 1 miljoen, daar wil ik wel echt mee gaan doen. Ja, je bent toch al zo ver, over de helft heen. Ja, nog 2 jaar. Dus ja, zolang de werk blijft doen, dus gewoon mee doorrijden. Ja, heb je er veel mee gehad in de loop van de jaren? Nee, het is alleen maar onderhoudsonderdelen alleen maar. Dus een keer homokineten, andere keer aandrijf als homokineten of aandrijf als zelf vervangen. 1 keertje in zijn leven een accu vervangen en dan weer 1 keer dynamo maar. Het is allemaal echt lang meegaan, alle onderdelen, ja, moet ik zeggen. Ja, dingen. Ja. Kwaliteitsproduct. Ja, dat is het. Ik ben heel erg tevreden. Echt, ja. Elke keer, elk moment ben ik gewoon tevreden mee.